Goeiedag. Ja, het is hoogzomer in Nederland momenteel en dat betekent dat het ook prima toeven is op het strand. Temperaturen daar ook ruim boven de 25 graden. En dat betekent heerlijk weer aan het strand, als je tenminste natuurlijk van warmte en zon houdt. Want dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. We hebben te maken met opmerkelijke warmte, hoor. Ik kan het niet anders omschrijven. In september 30 graden, dat is echt wel bijzonder. En de komende dagen verwachten we toch ook wel dat de temperatuur de 30 graden zal gaan bereiken. Zeker in het zuiden en zuidoosten van het land houden we er rekening mee. Maar ook in het midden van het land kan het zo'n 29 tot 30 graden worden. En dat betekent bijvoorbeeld voor de Bild dat er toch een aantal datumrecords mogelijk zijn. Want dit zijn de huidige datumrecords van donderdag 7 september tot en met maandag 11 september. Dan zien we hier wat die records zijn. En dit is de verwachting en daar staat hier 29, maar dat kan zomaar 30 graden worden. En dan breek je zo een aantal records. Misschien wel 4 of 5 records op rij. Ik sluit dat zeker niet uit voor de komende periode. En zolang achter elkaar die warmte in september, nogmaals, dat is echt bijzonder. Hoe komt dat nu? Nou, dat heeft te maken met het stromingspatroon natuurlijk. En ik begin eventjes in de bovenlucht. En dan kijken we naar het 500 HPA-patroon, hectopascal-patroon. En dat ligt op zo'n 5 kilometer hoogte. Dat stuurt over het algemeen het weer. En wat zien we in dat patroon? Heel duidelijk een omega, zoals we dat noemen. Genoemd naar de Griekse letter omega. Want we zien hier een hoge drukgebied, lage druk boven de oceaan en ook een lage drukgebied in de buurt van Griekenland. En als ik dan de animatie ga aanzetten, dan kunnen we ook heel duidelijk zien dat als die animatie gaat lopen, dan moet ik op dit knopje drukken, dat dat patroon echt vrij standvastig is. De komende dagen verandert dat nauwelijks. Dit werkt als een blokkade. Dit noemen we ook wel een blokkade in de meteorologie. En pas volgende week, vanaf dinsdag, gaat dat een beetje aan de wandel. Gaat dat kantelen. En dan zien we ook dat het weerbeeld gaat veranderen. Tot die tijd blijft het dus stralend weer in Nederland. Nou, misschien heeft u ook wel het weer gevolgd de afgelopen dagen in het zuiden van Europa. In Portugal bijvoorbeeld is het heel slecht weer geweest. Daar lag dus dat lage drukgebied. En ook in de omgeving van Griekenland hebben we zeer slecht weer gezien op basis van dat lage drukgebied in de bovenlucht. Die warmte komt ook goed tot uiting. Iets lager in de bovenlucht, dan zitten we op zo'n 1500 meter, zien we zeer warme lucht boven het westen van Europa. Ook hier is dat lage drukgebied boven de oceaan nog wel goed te zien. En daar dus een wisselvallig beeld. En dan volgende week, heel langzaam vanuit het westen, komt dan minder warme lucht richting Nederland. En als op dat niveau de temperatuur geleidelijk aan lager gaat worden, merk je dat ook aan de grond. We zullen dus ook straks gaan zien dat die temperatuur volgende week gaat veranderen. Wat betekent het voor de grond? Dan komen we aan op het grondniveau. Nou, dat krachtige hoge drukgebied boven Centraal- en Oost-Europa, die zuidoostelijke winden waar wij mee te maken hebben met die aanvoer van zeer warme lucht. Hier nog steeds veel onbestendigheid boven Portugal. Griekenland nu eventjes wat rustiger, maar ook daar komen weer buien. En dan vanaf maandag, dinsdag gaat het langzaam veranderen. Het hoge drukgebied gaat dan geleidelijk aan meer naar het oosten opschuiven. En dat betekent dat vanuit het westen langzaam maar zeker toch de storingen dichter bij kunnen gaan komen. We zien ook het blauw kleuren. Dat betekent neerslag. Ik hou er rekening mee op basis van de huidige weerkaarten. En dat is best nog wel ver weg dat dinsdag een overgangsdag gaat worden. Dan kan het misschien eerst nog wel heel warm worden. Maar dan komen de buien er vanuit het westen in en wordt de warmte ook echt verdreven. Maar tot die tijd dus zeer warm en zonnig weer. Het komt eigenlijk wel in alle pluimen tot uiting dat die weersomslag ergens dinsdag gaat plaatsvinden. Dit is een pluim voor de windrichting en elke kleur is een windstreek. En we zien voor woensdag, donderdag, vrijdag, maar eigenlijk ook voor zaterdag en zondag de paarse tinten domineren. Dat betekent oost-zuidoost, we zien ook wat rood of een zuidelijke wind. Nou, met die windrichting krijgen we dus te maken met die warme en relatief droge lucht waar weinig bewolking in aanwezig is. Maar we zien ook dan vanaf dinsdag dat er iets gaat gebeuren. Dan komt het geel en het oranje tot uiting. En dat geel-oranje, dat is meer een west-zuidwestelijke stroming. Dan gaat er dus wat veranderen. Komt er minder warme lucht onze kant op. En dat gaat dan waarschijnlijk gepaard ook met stevige buien. Nou, dat klopt ook wel, want ik kan u dat mooi laten zien. We zien voorlopig gewoon droog weer. Alle dagen heerlijk weer ook nog. Het eerste deel van de avond lekker buiten zitten.
De nachten overigens zijn wel warm hoor, 14, 15 graden. In de stedelijke gebieden zelfs nog wat warmer. Het is ook wat vochtige lucht, hè. Het is echt wel een beetje benauwd. Maar vanaf maandag een eerste signaal voor neerslag. Ik denk dat dat nog reuze meevalt. Maar dinsdag lijkt dan echt die overgangsdag te worden. En dan komen we heel duidelijk weer in een wisselvalliger patroon. Laat ik u tenslotte ook nog even de temperatuurpluim zien voor Midden-Nederland. Want ook daar kunnen we heel mooi dat verschil gaan zien. We zien afhankelijk op de eerste dagen die temperaturen tegen de 30 graden aanliggen voor Midden-Nederland. Maar dan vanaf dinsdag heel duidelijk ook een overgangsdag, want er is nog wel wat marge daar. Maar daarna komen we dan uit op lagere maxima, zo rond de 20 graden. En dat is eigenlijk vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Fijne dag.